De gemeente wil het opruimen van bladafval dit jaar beter coördineren. Daarom roept de gemeente de inwoners op om gezamenlijk het bladafval te lijf te gaan. Zo zijn er bijvoorbeeld dagen waarop bladafval gratis ingeleverd kan worden. Wat we deden is, we ruimen dat als gemeente op. In sommige buurten zijn mensen zelf aan het vegen. Dat willen we heel graag combineren. Dus als mensen in een woonwijk of in een straat het met elkaar op willen ruimen, even een belletje naar de gemeente of een e-mailtje, dan plannen we het zo. Met elkaar spreken we af wanneer wij met de veegwagen langs kunnen komen als zij het opgeruimd hebben, als zij het geveegd hebben. Is dat in het verleden wel eens misgegaan? Nou, het is in het verleden wel eens gebeurd met bladkorven. Dat mensen zeiden, kun je een bladkorf neerzetten, dan kunnen we het verzamelen in de straat. Maar in die bladkorf kwam van allerlei soorten afval, niet één blad. Dus dat gaan we niet meer doen. Maar we denken dat op deze manier dat we het gezamenlijk kunnen doen. Maar ons gereedschap staat ook ter beschikking. Als mensen zeggen, we hebben flink wat blad in onze straat, nou, dan kunnen ze bladblazers van ons lenen. En dan spreken we af, want wij aan het eind van de dag met de veegwagen komen en het blad opruimen. Als jij het blad uit je tuin veegt en op straat dumpt, zonder dat wij afspraak hebben gemaakt dat wij langskomen en de straat schoonmaken, dan zien we dat als afvaldumpen en zullen onze toezichthouders ook optreden. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de blaadjes op de straat? Is dat de gemeente of zijn dat de inwoners zelf? Nou ja, de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van openbare ruimte, van de straten. Dus wij als gemeente zijn verantwoordelijk dat die straat ook bereikbaar blijft. Maar met een inzet met elkaar kunnen we het aanzicht en dan kunnen we het veel efficiënter werken.